Hey allemaal, welkom terug. Ik ga vandaag een favoriete filmpje opnemen. Een beetje de favoriete van de afgelopen periode. Producten die ik vaak heb gebruikt. Producten die misschien al wat ouder zijn of juist heel nieuw zijn. Maar producten waar ik alleszins heel veel plezier aan heb beleefd. Ik ga beginnen met deze. Ik heb er net mijn handen mee ingesmeerd. Dit is de handcreme van Roger & Gallet. Dit is de Fleur de Figure. Dit is een hand- en nagelbalsem eigenlijk. Ietsje dikker en fluweelachtig voelender dan een gewone handcreme. Heel zacht. Er zit karitéboter in. Er zit natuurlijk ook vijgenextract in. En een beetje een bloemige geur ook. Alles tezamen maakt het een super fijne handcreme. Deze is te koop bij die. Ik denk zelfs dat dit een tijdelijke limited edition geur is voor de lente, zomer. Heel erg fijn, handig formaatje. 30 ml past perfect in de handtas. Met een natuurlijke basis en ook zonder parabenen. Dus al wat je maar wilt in een handcreme. En als we het dan toch over smeerseltjes hebben, ga ik gewoon verder doen met een aantal bodyproducten die ik consistent in en uit de douche gebruik. Te beginnen met de Alma K Dead Sea Minerals Purify Stimulating Body Scrub. De Alma K-lijn is ook te koop in die trouwens, dus met dode zeemineralen. Het is geweten dat de mineralen uit de dode zee zeer goed zijn voor de huid. En ze hebben die dan hier ingezet, onder andere in zo'n body scrub met natuurlijke olie, geen parabenen, geen mineralenolie. Het komt uit de zee, dus het is uiteraard een zoutscrub. Dus je moet de olie en het zout even goed mengen. Het geeft een heel deugddoende scrub. Dit is het type scrub dat ik zelf heel graag gebruik, omdat ik voel dat het aan het werken is op het moment dat ik het aan het gebruiken ben, omdat het al mijn dode huidcellen, zeker zo rond de knieën en de voeten en de enkels, goed weghaalt. Het zorgt ervoor dat mijn huid heel glad is, dat ik daarna kan scheren en wassen en eventueel mezelf bruiner insmeren. En het laat ook een voedend laagje achter, dus het scrubt heel goed, maar het droogt je huid absoluut niet uit. Het doucheproduct van dit moment is de Ritual of Light van Rituals. Dit was een limited edition uit de kerstperiode, de winterlijn eigenlijk. Die is er nu volgens mij niet meer. Maar deze loopt op zijn laatste beentjes en ik probeer die dus ook wel te gebruiken. Het is een hele fijne doucheschuim, heel rijk. Nu, niet alleen deze geur, maar alle doucheschuim van Rituals is absoluut geweldig. En een heel fijne sensoriële ervaring om in de douche te gebruiken. Dit vond ik een hele lekkere limited edition geur. Ik hoop stiekem dat ze die nog wel gaan terugbrengen. Ik weet niet of dat het geval is. Alles als iets dat ik zelf graag zou willen. Ik heb hier ook de kaars van gehad. Ik heb hier de bodycrème van gehad. Een hele fijne lijn. Mooie verpakking ook, maar vooral natuurlijk lekker ruikend en fijne producten om te gebruiken. Voor de rest maak ik het mij graag gemakkelijk. In die zin dat ik mij wel graag insmeer met bodylotion, maar dat ik de laatste tijd vaak teruggrijp naar deze grote pot Rose Argan Body Conditioner van Lush. Nu, als je het Lush assortiment kent, dan weet je dat deze in de vaste collectie zit. Ik gebruik hem super graag samen met Rose Jam, de douchegel die alleen in de kerstcollectie te vinden is. Maar het is wel hetzelfde principe, een lekkere, natuurlijke rozengeur. Rose Argan is dan nog eens extra gevoed met karitéboter en arganolie, dus heel erg voedend voor je huid. Zo'n body conditioner gebruik je onder de douche. Dus je bent helemaal gewassen, je bent klaar om te vertrekken, maar je gaat je nog net even insmeren met zoiets. Even laten inwerken, toch nog eens afspoelen en dan pas uit de douche stappen. Zalig, ruikt lekker, voelt lekker, laat je huid gevoed en zacht achter. Je moet je dan alleen nog maar even afdrogen en niet meer verder insmeren. Dus dit vervangt eigenlijk de body butter of body lotion die je nadien zou gebruiken. Dit is een hele grote pot. Ik heb die uit Londen meegebracht. Omdat dit formaat eigenlijk bijna even duur was als het kleine formaat hier in België. Ik heb nu gezien, want ik volg Lush België op hun Facebookpagina, dat ze ook deze grote pot in België zullen beginnen verkopen. Ik heb geen idee van de prijs, maar in elk geval, de geur op zich, het product, vind ik super, super lekker en is voor mij een absolute aanrader. Een van de beste producten, of zelfs het beste product uit het hele Lush assortiment. En van het lichaam naar het gezicht, want ook daar heb ik enkele smeerseltjes voorbij. Dit zijn de drie producten die ik het meest consistent gebruikt heb. De Dr. Andrew Weil for Origins, de Mega Mushroom Skin Relief Eye Serum, was voor mij een vrij nieuw product. Dit heb ik leren kennen toen ik een Origins gezichtsbehandeling kreeg. Het beviel mij supergoed en is dan ook full size in mijn badkamerkastje terechtgekomen. Dit is een oogserum. Het zit ook in een heel handig pompje. Dat maakt het niet alleen gemakkelijk, maar ook hygiënisch om te werken. Met
ongeveer een pompje heb ik genoeg. Ik verdeel het over mijn beide ringvingers en dab het eigenlijk onder mijn ogen in. Dus onder de ogen, net naast de ogen en ook een beetje bovenop. Dus heel de zone mag ervan genieten. Het is een heel voedend, maar tegelijkertijd licht oogproduct. En dat maakt het wel fijn, omdat mijn onderogen zijn heel dun en droog. Dus ze hebben best wel wat hydratatie nodig. Maar overdag wil ik geen al te dikke producten smeren. Want ik wil graag hierover nog mijn concealer aanbrengen. En dat lukt met deze echt wel heel erg goed. Mijn product, ik ga er zeker nog een review van over plaatsen. Maar dat je al weet, dit is echt wel een toppertje voor mij. Ik gebruik hem graag en hij zit daarom terecht in deze video. Dit serum was ook nieuw voor mij, maar is intussen bijna op. Dus ben ik een paar maandjes aan het gebruiken. Dit is de Lancôme Advanced Genifique, het Youth Activating Concentrate. Oftewel het anti-aging herstellende serum van Lancôme. Super fijn aan deze vind ik dat het werkt met een pipet, maar met een heel interessant systeem. Dus je draait het open. Intussen gaat dit topje naar omhoog en zit er hier in het pipet de juiste dosis dat je nodig hebt om te gebruiken. Dus je drukt dan op het pipetje en je kan het product op je hand zetten. Op het moment dat je het dan terug toedraait, zakt dit terug naar beneden en heeft het een zuigeffect in het flesje. En zet het dus eigenlijk de volgende dosis terug klaar voor de volgende keer dat je het wil gebruiken. Geniaal! Echt waar, geniaal. Het ding doet eigenlijk het werk in jouw plaats. Los daarvan, ook gewoon een heel erg fijn product. Een licht serum, beetje waterachtig vloeibaar, typische serumtextuur. Trekt daarom ook snel in de huid met veel actieve en sterke ingrediënten, zodat je huid gehydrateerd wordt, maar ook kan herstellen en een beetje anti-aging krijgt. Daarover gaat dan mijn dag- of nachtcrème, afhankelijk van wanneer ik het gebruik. Ik moet zeggen dat mijn huid er heel goed op reageert, omdat ik er geen last van krijg. Geen verstoppingen, geen puistjes, geen oneffenheden of onzuiverheden. Ja, dat samen met het geniale flaconnetje maakt het wel weer een heel fijn product om te gebruiken. En mijn dagcrème is de afgelopen weken weer de Estée Lauder Hydrationist. Dit is een crème waar ik op regelmatige basis naar teruggrijp. Iets dat ik heel graag gebruik, ook al enkele jaren gebruik. Het is een hydraterende crème, de naam zegt het zelf. Dit is wat het doet. Er zitten geen al te veel andere anti-aging producten in. Het is echt wel gewoon hydratatie. En dat is goed, want dat is wat elk huidtype, elke leeftijd nodig heeft, veel hydratatie. Dus vergeet anti-aging als je jong bent. Hydratatie is the way to go, omdat dat net zorgt dat je huid er goed uit blijft zien. En ook als je al wat ouder bent, hydratatie zeker niet vergeten. Want dat is iets dat je huid gewoon nodig heeft. Water is het allerbelangrijkste. Fijne aan de Hydrationist-lijn is dat ze hun producten aanpassen aan het huidtype. Dus dit is de crème voor de normale tot gemengde huid. Je hebt ook een iets dikkere crème voor de drogere huid. En je hebt ook een heel fluïde, die zit dan in een pompje, voor de vette huid. Dus heel fijn, allemaal hydratatie, maar specifiek afgestemd op het huidtype. Goed gedaan, Estée Lauder. Voor de rest heb ik hier nog wat make-up producten naast mij liggen. Deze primer vind ik heel fijn om te gebruiken. Dit is voor mij een beetje de stap tussen skincare en make-up. Dit is de Too Faced Hangover RX Replenishing Face Primer. Geen siliconen, maar een hele lichte, luchtige, hydraterende primer. Er zit kokoswater in, ook elektrolyten en probiotica. Geen idee of dat het effectief dat is wat het doet werken. Maar ik vind het gewoon fijn om te gebruiken. Het geeft je een beetje een wakker effect net voordat je de foundation opsmeert. Een hydraterende, egaliserende werking op de huid. Het zorgt ervoor dat je foundation er mooi over glijdt en mooi op je huid blijft zitten. Ik heb deze nu bijna 2 jaar, 1,5 jaar ongeveer. Met een pompje werkt die, dus heel gemakkelijk om te gebruiken. En hij is bijna op, maar ik zal hem zeker wel opnieuw kopen. Mijn twee favoriete basis make-up producten is de Power Fabric Foundation van Giorgio Armani. Hier staat een review van op de blog. Ik zal hem hierboven proberen linken. Dit is een hele fijne, lichte, maar toch langhoudende foundation met een goede medium dekking. Je kan hem een klein beetje opbouwen, maar ik vind hem vooral een medium dekking hebben. Mooie flacon, een mat glas, werkt met een pompje, met een SPF 25 en is in zeer, zeer veel kleuren te krijgen. Ietsje duurder natuurlijk, omdat het Giorgio Armani is en je het niet overal kan kopen. Bij ons in België kan je het vinden bij Parfuma en op de webshop van Planet Parfum. Mijn concealer daarentegen is lekker budgetvriendelijk en dit is de Bourjois Healthy Mix Anti-Fatigue concealer met een vitamine mix. Die hebben ze laatst geherformuleerd samen met de foundation. Ook de foundation is erg fijn, maar ik combineer deze twee. Ook deze, licht, luchtig. Mooie dekking, medium onder de ogen, brengt gemakkelijk aan met zo'n sponsapplicatortje en werk ik dan nog in met mijn vingers of met een beauty blender. Dit is kleur 51, Claire Light.
Ik denk dat er een stuk of 3 kleuren in te vinden zijn, dus veel minder kleurenkeuze dan met de Giorgio Armani Foundation. Maar aan de andere kant ook veel betaalbaarder te vinden bij de drogisterijen, dus die en Kruidvat. Fijne concealer. Nu, met de kanteling naar de iets warmere temperaturen, hoewel we daar nog niet zo heel veel van hebben mogen merken, begint die Armani Foundation net wat te licht te zijn voor mij. Dus ik poeder af met dit Dr. Hauschka Color Correcting Powder. Dat is een geperst poeder met verschillende kleurdeeltjes. En het geeft een soort van bon mine, transparant, maar toch eerder bon mine effect op de huid. Dus als ik deze twee combineer, dan wordt deze ja, niet donkerder, maar dan geeft deze iets meer een bon mine effect over de foundation. Waardoor dat ik deze net ietsje langer ga kunnen dragen. Ik denk naar de zomer toe, want dit is kleur nummer 3, dat ik iets meer naar 3,5, misschien zelfs 4 zal moeten gaan. Maar op dit moment werkt 3 nog wel, zeker in combinatie met de Dr. Hauschka poeder. Ik heb laatst een paar fotootjes op mijn Instagram stories gezet. Ik zit niet meer zoveel op Snapchat, eigenlijk totaal niet. Ik heb nog wel mijn Snapchat account, maar als je mij zo dagelijks wil volgen, Instagram, beautylovesbe, daar is het te doen. Dus Instagram stories, ik was mijn make-up collectie nog een beetje aan het uitzuiveren, dus ik doe dat regelmatig. Maar ik kon doorgewijs een keer kijken van, ja, wat draag ik graag, wat draag ik minder en wat moet er dan weg. En ik besefte dat ik, hoewel ik nog wel een aantal grotere paletjes heb, dat ik voornamelijk grijp naar kleine paletjes. Dus daarom, in dit favoriete filmpje, mijn kleine paletjes. Dit zijn de twee die ik de laatste weken vooral gebruikt heb. Dit zijn de matte kleuren uit het MAC & Brand Brothers palet. Maar uiteindelijk kan je heel gemakkelijk bij MAC zo'n leeg paletje kopen en zelf 4 kleuren naar keuze invullen. Ik vind dit paletje eigenlijk heel gemakkelijk. Je moet er niet over nadenken. Alles zit erin wat je nodig hebt. Een lichte kleur voor op het ooglid en onder het wenkbrauwbod. Een medium bruine kleur als transitie, dus net iets hoger dan de arcadeboog om wat schaduw te creëren. Een donkerbruine kleur voor net in de arcadeboog voor die diepte uit te werken. En dan een zwarte kleur voor in de buitenste ooghoek en eventueel als eyeliner of onder de ogen. Perfect paletje en daarom dat het voor mij ook zo goed werkt. Maar je kan dus, zoals ik al zei, gewoon zelf bij MAC binnenlopen en 4 kleuren naar keuze iets heel gelijkaardigs als dit maken. Of eventueel werken met taupe en paarse kleuren. Ik vind het gewoon heel handig om te gebruiken. Dit paletje is mat en dit zijn dan zo wat de glanzende kleuren die ik daar graag bij combineer. Nu, dit is een Dior paletje. Het heet Fairy Golds. Het is echt al oud en je ziet dat ook wel. Ik heb pen geraakt op 2 kleuren en hier in de middelste kleur zie je het niet, maar daar heb ik ook een deuk in gemaakt. Dit is het type kleur dat ik dan graag meng met een matter paletje, omdat dit een glanzende lichte kleur is. Die taupe kleur is ook heel erg mooi. Met die glanzende kleuren kan je dan in het middenste puntje van je ooghoek nog een beetje een licht puntje maken. En deze donkerbruine kleur is ook heel erg mooi voor in de buitenste ooghoek. Deze 3 trouwens, dus deze lichte, deze taupe en die donkerbruine, heb ik vandaag ook op mijn ooglid. Dus je kan met 3 kleuren toch wel een heel mooie, simpele, gemakkelijke en mooi blendbare ooglook maken. Nee, ik denk dat je dit absoluut niet meer kan kopen, want het was een limited edition van de kerstcollectie zoveel jaren terug. Maar je kan iets in dezelfde aard kopen en dan kan je 2 paletjes hebben en naar gelang je goesting of alleen een matte of een glanzende ooglook maken of de 2 combineren. En ik vind dat gewoon gemakkelijker. In plaats van 1 groot palet te hebben waar dat ik misschien 1/3 van de kleuren niet of bijna nooit zou gebruiken, heb ik nu 2 paletjes met in totaal 9 kleuren waar ik wel heel veel plezier aan heb. Dus ja, ik ben een beetje over de grote, gigantische paletten en de liefde voor mijn kleine paletjes is toch wel heel reëel. Voorlaatste product, een limited edition weer, maar die kan je op dit moment nog kopen. Hoewel, bij Parfuma waren ze uitverkocht, ik heb de laatste meegesnatcht. Dit is de Tom Ford Reflex Gild Sheer Highlighting Duo heet het. En het bevat 2 lichte reflecterende glanzende highlighters die je apart kan dragen, maar ook kan mengen. Dat is wat ik het liefste doe, ze samen combineren en dan op de jukbeenderen smeren. Uit de zomercollectie, de Tom Ford Soleil, en daarom een witte verpakking in plaats van de standaard donkere verpakkingen. Ja, super mooi. Uiteraard iets waarvoor je valt omdat het er zo mooi uitziet, maar ik gebruik het ook gewoon heel erg graag omdat het hele mooie highlighters zijn. Ook hiervan heb ik al een review op de blog, dan kan je foto's en swatches zien en ik zal hem hierboven linken. Laatste productje is een mascara. Dit is de Monsieur Beak van Lancôme. Een heel erg fijne volume mascara. Ik heb graag van die gewone borsteltjes en dat heeft deze ook, omdat die echt zo de fijne wimpertjes kunnen grijpen en veel volume geven aan je wimpers. Ik ontdekte deze mascara enkele weken of zelfs maanden terug op een event en sindsdien ben ik deze blijven gebruiken. Het geeft een heel mooi volume, je kan hem ook goed opbouwen zonder dat het van bij het eerste laagje een heel dik
crunchy volume geeft. Dus twee laagjes gaat super gemakkelijk. Hij geeft net niet zo'n dramatisch volume als Le Volume van Chanel. Maar het is een beetje een combinatie tussen het waaierachtige valse wimper effect dat Yves Saint Laurent Volume Effet Fossil geeft. En het dramatische volume dat Chanel Le Volume geeft. Dus deze staat er zo wat in het midden. Fijne mascara, houdt goed, vlekt niet, brokkelt niet af. En geeft mij wat ik wil, volume aan mijn wimpers. Dat waren ze. Line-up van de favoriete producten van dit moment. Dankjewel alvast voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, dan zie je mijn volgende video snel verschijnen. Tot de volgende keer. Dag!